Zo, welkom terug allemaal. Vandaag een eerste video in de nieuwe reeks rond materiaal, waarbij ik dus ga bespreken wat ik goed vind aan een bepaald stuk fotografiemateriaal. Dus in dit geval, zoals je al ziet, gaan we over Fujifilm spreken. Ik heb zelf de X-T1, de X-T2 en ik had vroeger de X-Pro1. Nu de verhalen achter die camera's, die volgen in een andere reeks, dus in de reeks het verhaal achter mijn materiaal. Of materiaal met een verhaal. Ik moet nog even over de titel nadenken. Maar dus die video volgt nog. Dit gaat nu echt over wat ik goed vind aan het Fuji-systeem. Dus ik ben zelf een fervent gebruiker van het Fuji-filmsysteem. En er zijn een zestal redenen waarom ik daar zo'n fan van ben. En in deze video zal ik u kort uitleggen, of zo kort mogelijk uitleggen, wat ik daar juist zo goed aan vind. Het eerste punt is eigenlijk de output van de camera. En dan bedoel ik niet zozeer de RAW, de digitale negatieven, de RAW-bestanden, want die zijn van zowel Sony, Nikon, Canon, die zijn eigenlijk van alle camera's vrij goed. En als je Sony en Nikon gaan vergelijken, zijn die bijna identiek, omdat die dezelfde sensoren gebruiken. Maar Fujifilm heeft daar een heel sterk punt, zijn hun kennis op vlak van analoge film. En dus hebben ze dat allemaal verwerkt in hun beeldprocessors. En dan kun je, als je een foto maakt, kan je dus zowel RAW als JPEG selecteren. Dan heb je het RAW bestand als backup. En het JPEG bestand, daar kun je dan ook nog eens een analoog film simulatieprofiel op gaan toepassen. Dus Nikon en Canon en Sony hebben ook profielen met meer, minder kleuren, specifiek voor portret, voor landschap en dergelijke meer. Maar bij Fujifilm gaan ze niet zozeer profielen voorzien naar aanleiding van hun onderwerp, maar wel op basis van film, analoge film die ze vroeger of nu nog gemaakt hebben of nog altijd maken. En dat maakt dat eigenlijk voor mij de Fujifilm camera's de beste JPEG output geven die er is. En dat betekent dat als je heel snel ergens gaat fotograferen en heel snel die foto's wilt op sociale media gaan delen, dan doe je dat op basis van de JPEG bestanden, zonder dat je eigenlijk eerst die foto's moet gaan zwaar bewerken in Lightroom of een andere software op je computer. Want dat vraagt allemaal tijd. Dus met de JPEG bespaar je heel veel tijd. En bij Fujifilm is de JPEG gewoon heel goed. Bij Nikon en Canon zijn die ook goed. Ze zijn gewoon minder goed in mijn ogen. Dat is iets persoonlijk, omdat ze iets meer technisch zijn. Maar ze zijn ook heel mooi, heel knap. Je kan ook met de Nikon en Canon JPEG output meteen online gaan. Bij Sony vind ik die een heel pak minder. Omdat naar mijn gevoel heb ik veel meer werk aan de Sony JPEG output achteraf om die goed te krijgen dan aan de output van Nikon. Ondanks het feit dat Nikon en Sony dat die dezelfde sensoren van Sony gebruiken, is het toch nog altijd blijkbaar Nikon met zijn jarenlange kennis qua beeldprocessing dat ze eigenlijk betere output kunnen genereren dan Sony dat kan doen. Dat is voor mij een van de grootste nadelen van Sony, dat je aan de JPEG output nog heel veel werk hebt. Een ander groot voordeel van de Fujifilm series, en dan spreek ik wel heel specifiek over de X-T1 en de X-T2. Eigenlijk een heel sterk voordeel van die camera's vind ik de manuele controls die erop zitten. Dus je hebt, hier kan je de ISO-waarde instellen, je kan het wiel lokken. Je kan de sluitertijd instellen, je kan de compensatie instellen. En op de meeste lenzen kun je hier ook via diafragmaring ook nog eens diafragma gaan instellen. Dus dat betekent dat je eigenlijk de camera zonder in de minuten moeten gaan, volledig manueel kunt bedienen. Een ander voordeel, dus naast deze voor de handliggende controls heb je ook nog eens veel functieknoppen die je ook heel gemakkelijk kunt aanpassen naar wat jij wil dat die knop doet. Dat is iets wat Nikon ook heeft, Sony heeft er ook een aantal, maar eigenlijk Fujifilm heeft er toch wel de meeste, denk ik. En als we het dan over knoppen hebben en over functionaliteit, dan denk ik dat er een derde sterk punt van Fujifilm ter sprake komt, zijn de firmware updates. Dus zelfs voor de X-T1 is er onlangs nog een update geweest van de software, zodat er nieuwe functionaliteit beschikbaar kwam. Fujifilm beperkt zich niet tot updates van lenzen en bodies om fouten te herstellen. Ze unlocken of ze maken ook nieuwe functionaliteit beschikbaar. Ik denk dat er weinig andere merken zijn die naast fouten herstellen ook nog eens verbetering aan producten uitbrengen. En dan zeker niet aan producten die eigenlijk al vervangen zijn, zoals de X-T1 die eigenlijk al door de X-T2 vervangen is. Dus opnieuw een heel sterk punt van Fujifilm. Dat was al mijn derde punt. Een vierde punt zijn eigenlijk de lenzen ook heel belangrijk bij een camera. Dus dat je een goede body hebt, maar natuurlijk ook de goede lenzen. Bij Canon en Nikon is het aanbod echt immens. En je hebt dan ook nog eens de zogenaamde third party fabrikant zoals Sigma, Tamron en dergelijke. Die ook nog eens lenzen gaan maken, Samyang.
Dat is nou een voorbeeld. Die lenzen gaan maken voor die populaire modellen. Nu, de Fujifilm heeft ook een minder groot aanbod dan Nikon en Canon, maar wel een zeer groot aanbod. En ook een heel duidelijk en heel specifiek aanbod waarbij dat je eigenlijk elke lens heeft zijn plaats. Dit is nu de zogenaamde kitlens, dat is de 1855 met een variabele opening van 2.8 tot 4.5. Ik kan het hier aflezen. Nee, 2.8 tot 4 met beeldstabilisatie. Dus dat is echt bedoeld als kitlens. Maar dan zijn er nog een aantal zoomlenzen meer. Bijvoorbeeld, je hebt een, ik denk dat het een 1655 is of ook een 1855, ik ben niet zeker. Maar die een constante opening heeft over, van 2.8, dus over het hele zoombereik. Dat is dan een lens van rond de 1000 euro. Deze kost 500 euro ongeveer, maar kun je voor 200 euro bij een body kopen. Er zijn ook heel veel prime lenzen, zoals bijvoorbeeld de 23 1.4, de 35 1.4, de 55 of 56 1.2. Er zijn ook macro lenzen bijvoorbeeld. Die lenzen zijn ook allemaal, ja, eigenlijk echt allemaal van zeer goede kwaliteit. Metalen body wel of niet afgeschermd tegen, tegen de weerselementen. Als we dan gaan kijken naar een merk die op dat vlak eigenlijk in mijn ogen niet goed bezig is, dan denk ik meteen aan Sony. Sony heeft een aantal lenzen. Er komen verschillende lenzen uit, maar die zijn eigenlijk allemaal veel te duur geprijsd. En de paar goedkope die er zijn, die zijn nog altijd niet super goedkoop. Die zijn gewoon betaalbaarder dan de echt dure, maar die zijn van kwaliteit dan ook een heel pak minder. Ik ben nu aan het filmen met de 35 2.8 lens bijvoorbeeld. Dus een lens van 800 euro, 800-900 euro. Als je die lens bij Fujifilm zoekt, een equivalent daarvan, dan kom je bij de lichtsterkere 35 f2 uit voor rond de 400-500 euro. Bijna de helft van de prijs van die van de Sony. En je hebt ook nog eens de 1.4 die iets ouder is, maar wel lichtsterker en iets scherper. Die kost ook maar rond de 500 euro, alleen maar. Die kost in vergelijking met de Sony lens ook een pak minder. Ik heb ook van Sony nog een 28 opening 2. Ook op front, daar kan ik de prijs niet precies van, maar dat is ook geen goedkope lens. En ik heb dan nog de 55 1.8. En die is ook al veel te duur. En eigenlijk heb je maar een, je hebt nu een 15mm lens die iets goedkoper is, maar als je dan de reviews bekijkt online, blijkt dat wel echt een goedkope plastic lens te zijn die ook nog eens traag is en focus en veel lawaai maakt bij de focus. Dus eigenlijk geen interessante optie. Maar goed, genoeg Sony afgebroken. Sony heeft ook zijn voordeel, alleen is niet het lensnaambod een van de voordelen van Sony. Terwijl van Fuji wel. Dat was al een vierde voordeel. Er is ook nog, er waren zes voordelen had ik u beloofd. Hè. Een vijfde voordeel is dan weer de sensor. Dus dit is een APS-C sensor. Dus dat betekent Fujifilm heeft geen full frame equivalent. Een heel sterk punt van deze, dus ondanks feit dat APS-C dus kleinere sensoren zijn dan full frame. Dus bij Nikon bijvoorbeeld heb je het zogenaamde FX formaat, wat eigenlijk overeenkomt met een negatieve 35mm negatief. Je hebt het DX formaat. En het DX formaat is eigenlijk het APS-C formaat. En dat betekent dat je eigenlijk je brandpuntsafstand altijd maal anderhalf moet. Maar heel bijzonder aan het Fujifilm systeem, want er zijn heel veel camera's die met APS-C sensor werken. Maar heel bijzonder aan dit systeem is dat zij een andere layout hebben. En daar komt ook de X vandaan. Ze hebben een andere layout van pixels, waardoor dan ze eigenlijk geen anti-alias filter nodig hebben. En omdat ze die filter niet nodig hebben, zijn de beelden die ze opleveren eigenlijk scherper dan andere APS-C sensoren. En ik durf eigenlijk zeggen dat de kwaliteit van deze sensoren heel dicht bij de kwaliteit van de full frame sensoren van Nikon en Canon heel dicht in de buurt komen daarvan. En dan het laatste, het zesde, het laatste voordeel wat voor mij heel belangrijk is, is eigenlijk het aanbod. Dus ik heb al gesproken van het aanbod van de lenzen. Ze hebben eigenlijk voor elk type hebben ze wel een lens tegenwoordig, maar ze hebben ook een heel gevarieerd aanbod in bodies. En dus ik sprak eerder al van de X-T1 en de X-T2. Die richten zich iets meer op de professionele markt, hebben manuele controls, hebben heel veel instellingen, heel veel mogelijkheden, snelle sluiter, snel focussysteem. Je hebt de T10 en de T20 en die zijn eigenlijk de kleinere variant van deze die goedkoper geprijsd zijn en die eigenlijk wel dezelfde goede sensor gebruiken en heel veel features delen met deze grotere bodies. Maar dan bijvoorbeeld één knop minder hebben. Maar dus heel goed geprijsd. Dan heb je de X-Pro 1 en X-Pro 2 die heel specifiek zijn voor mensen die op zoek zijn naar een camera die
compact, want ja, compact is een groot woord, want hij is denk ik ongeveer dezelfde grootte als deze body. Alleen met deze grote zoeker er niet op, dus hij is een aparte analoge of betere hybride zoeker gebouwd. Dat heeft zijn voordelen, ik heb er zelf mee gewerkt, het is niets wat ik zoek in een camera, dus ik heb hem zelf uiteindelijk ook terug weggedaan. Maar het is een uniek systeem en ik denk dat bij mijn weten heeft alleen Fujifilm het momenteel op de markt. En dan hebben ze ook nog compactere toestellen. Ze hebben ook toestellen waarbij dat de lenzen niet uitwisselbaar zijn, bijvoorbeeld nog iets goedkoper. Het komt eigenlijk op neer dat ze een zeer gevarieerd aanbod hebben, dat ze eigenlijk voor elk segment wel een type camera hebben. En daarmee denk ik dat ik alle grote voordelen van voor mij toch van Fujifilm besproken heb. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.